Maar ik dacht, misschien is het leuk om eens te filmen hoe ik dat dan doe alleen. Nu gaan we... ijsje halen! Ik wil afbeelijsje! Rutte, kom maar mee! Het leek me wel eens leuk om over geld te praten. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik heb weer outfit dilemma's. Ik weet soms gewoon niet wat ik aan moet. Ik heb zoveel en dan... Nou, super suf. Maar wat ik dan vaak doe, is dan laat ik Emma kiezen. Ik vroeg het net, toen zei ze dat ik deze jurk aan moest doen. Die is heel mooi. Die heb ik voor een bruiloft gekocht. Maar dan gaat mijn décolleté is nogal in beeld en ik moet gewoon werken. Dus dat ga ik niet doen. Maar Emmy, weet het niet. Kan je helpen kiezen? Ja. Welke zou ik aandoen? Die. Die? Ja. Oké. Okay. Dank je. Deze wordt het. Ik denk op een zwarte broek. Goed? Ja, zwarte broek. Ik heb mijn mooie blouse aan en ook even een hoedje. Want ik heb een reels opgenomen met al mijn kleding in mijn kast. En dan alleen maar mijn tweedehands items in mijn kast. Heel erg leuk. Ik denk echt dat 50% tweedehands is. In het hanggedeelte in ieder geval. Qua broeken en tops en trui is dat wat minder. Maar vooral veel blouses en blazers. Hallo. Dus mocht je benieuwd zijn, check mijn Instagram. Ik heb even een hoedje op. Want die is niet tweedehands, dus die moest even uit mijn kast. Is er geen ijs meer? Nee. Oh, ik wilde zo graag een ijsje. Jij wil een ijsje? Ja. Dus heel erg leuk. Ik probeer steeds weer wat vaker reels te maken, maar dan gaat het heel goed en dan weer wat minder. Dus volg me maar. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ga lekker even een ijsje eten. Dank je. Hallo, het is vandaag zaterdagmiddag. Ik ben alleen thuis vanmiddag en vanavond en een deel van de nacht met Emma, want Daniel heeft weer eens een klus. Hij is ook licht- en geluidsman en dat heeft natuurlijk heel lang platgelegen door corona. En nu kan hij weer af en toe, gaat hij weer wat klussen doen. Dus dat betekent dan vaak dat ik vanaf de middag een uur of, nou verschilt 1, 2, 3, gaat hij dan weg en dan komt hij 's nachts een keertje tussen 3, 4, 5 thuis. Dus dan ben ik samen met Emma. Helemaal prima. Maar ik dacht, misschien is het leuk om eens te filmen hoe ik dat dan doe alleen. Daniel en ik zijn wel een geoliede machine. Want dat doen we in de avond, na het avondeten. De een doet Emma naar bed en de ene ruimt beneden op. Maar als je alleen bent, ja, moet je dus allebei doen. Maar ik dacht, het lijkt me leuk om dat eens te laten zien. Hoe ik dat dan doe in mijn eentje. Een beetje opruimen, schoonmaken terwijl Emma er nog is. En dan, ja, want ik wil het liefst als Emma op bed ligt dat ik dan ook klaar ben. Dat ik, nou ja, zuigen vind ik dan nog niet zo erg om te doen. Maar niet dat als Emma op bed ligt dat ik dan hier de puinhoop nog moet opruimen. Dus ik film gewoon gezellig onze middag. We hebben lekker pizza als avondeten, lekker makkelijk. En dat vind ik heel erg lekker, Emma ook. Dus helemaal prima. Ik ga zo Emma uit bed halen, maar eerst leek het me leuk om met jullie over geld te praten. Het leek me wel eens leuk om over geld te praten. Eigenlijk doe je dat niet zo vaak. Hier op de vlog doe ik dat sowieso eigenlijk bijna nooit. Maar ook, het is niet echt een onderwerp die heel vaak voorbij komt op een feestje of op, ja, als je met vrienden praat. Maar ik vind het altijd wel heel interessant. We hebben best wel een fijn systeem ontdekt in de loop van de jaren wat voor ons heel fijn werkt. Dus ik dacht, ik ga gewoon zeggen een beetje wat wij dan doen. En ik ben benieuwd hoe jij het doet en of jij nog tips voor ons hebt dan. Wij hadden op een gegeven moment, begin corona, toen ging Daniel, die vielen zijn klussen weg. Hij had een eigen bedrijf, daar verdiende hij elke maand wel wat geld mee. Dat viel toen helemaal weg en toen zaten we echt een beetje, oh, dat misten we echt in onze inkomen. En toen dachten we moeten even goed inzicht krijgen in wat komt er binnen, wat gaat er uit. Overal komt het dan goed uit of geven we meer uit dan er binnenkomt. En dat was toen best wel nuttig dat we dat hadden gedaan. En we hebben toen een heel mooi Excel bestandje gemaakt. En ik dacht, misschien is het leuk om dat te laten zien. Kijk, we hebben hier, ja, ik vind het lastig om te laten zien. Want er staan ook onze salarissen op en zo. En ik wil heel veel delen, maar ik weet niet, dat voelt niet helemaal goed om dat te delen. Maar we hebben een aantal kolommen. En de eerste kolom is de kolom met onze inkomsten. Mijn salaris, Daniels salaris,
kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag. Dat is 1 keer per kwartaal. Dus dat hebben we dan verrekend wat dat dan per maand is. Maar dus ons maandelijks inkomen is dus in de eerste kolom. Dat wordt dan automatisch door Excel opgeteld. En daar komt dan een bedrag uit. De tweede kolom, die is het grootst of het langst. Dat zijn al onze uitgaven. En dat hebben we ondergedeeld in een paar kopjes. Als eerste ons huis, dus dat is de hypotheek, maar ook de verzekering, licht, water, energie. Dat zit eigenlijk allemaal in dat rijtje. Dan komt Emma, en dat is eigenlijk alleen maar de kinderopvangkosten. Dan hebben we privé, bijvoorbeeld de zorgverzekering, onze televisie, Netflix, goede doelen die we steunen en ook boodschappen. Dat rekenen we daar ook in mee en we rekenen dan per week geven we ongeveer 90 euro uit. Dat keer het aantal weken, dus 52 en dat dan gedeeld door 12, daar komt dan een bedrag op uit. 390 in ons geval. En dat staat daar dus ook in. En dat hebben we allemaal ook bij elkaar opgeteld. Daar komt dus ook weer een bedrag uit. En dan hebben we nog een aantal spaarpotjes. Wij zitten bij de Rabobank. Ik denk dat elke bank dat tegenwoordig heeft. Want ik zit met mijn persoonlijke rekening zit ik bij de ING en die heeft het ook. Maar we hebben een aantal spaarpotjes. En ik zal die eventjes noemen. Want we hebben echt best veel spaarpotjes. En dan gaat elke maand een bedrag heen, variërend van 30 euro tot 200 euro. Een beetje afhankelijk van hoeveel we daarop willen hebben. We hebben een vrij spaarpotje. Dus daar sparen we gewoon wat geld op. En als we een keer iets groters willen uitgeven of we komen wat geld tekort, dan snoepen we daar wel eens van af. Dan hebben we een heel belangrijk potje. Dat is de... Wij betalen 1 keer per jaar voor de afvalverwerking. Maar ook, hoe heet dat ook weer? Waterschappen. Ja, waterschappen. En dat is echt een hele klap geld in 1 keer altijd. Dus daar sparen we ook op. Zodat aan het eind van het jaar, rond maart, wordt het afgeschreven. Dus dat potje zit nu lekker vol. Dat als dat binnenkomt, dat we dat gewoon kunnen betalen. Want we hadden wel in het begin, wisten we helemaal niet dat dat zo duur was. En dan was het opeens een hele dure rekening. Shit. Nou, dan plukten we hier en daar wat geld vandaan. En dan hadden we het weer. Maar nu kunnen we gewoon heel rustig, oké, dat maken we over, niks aan het handje. Dan hebben we een potje voor de APK van de auto en andere autodingen, dus als ik iets kapot gaat. Daar doen we elke maand wat naartoe. We hebben ook een kleding/vakantiepotje, dus daar doen we ook elke keer wat naartoe. Als we kleding voor Emma willen bestellen bijvoorbeeld, of als we een keer iets met de vakantie doen, dan kunnen we dat daar ook van afhalen. En we hebben een kattenpotje. Wij hebben ervoor gekozen om onze katten niet te laten verzekeren, maar we hebben een spaarpotje voor ze geopend. Ze gaat elke maand een bedrag naartoe en dat is niet voor kattenvoer en kattengrind en zo, dat hoort bij de boodschappen. Maar dat is echt voor stel ze moeten een keer naar de dierenarts, hebben we gewoon een potje waar we dat van af kunnen halen. Dus je kan ervoor kiezen om ze wel te verzekeren. Betaal je elke maand een bedrag aan een verzekeraar. Maar wij dachten, wij denken dat het zo wel prima is. Ze zijn ook nog klein en ze hebben alle ingrepen die je als kitten krijgt, hebben ze al gehad. Dus vaccinaties en sterilisatie en zo. Dus we hebben het op die manier nu opgelost. Dus dat zijn de spaarpotjes. Daar gaat ook de eerste van de maand gaan alles naar die spaarpotjes. En dan, dat is gewoon super chill. Want als je dan denkt, die dure rekening, dat staat er gewoon. Of als de auto naar de APK moet en dat blijkt duur te zijn, geen probleem, het staat op de rekening. Dus dat is echt wel een tip. En vinden wij echt heel chill. Wij hebben ook wel de neiging om als we veel geld hebben het ook uit te geven. En dat is natuurlijk heel slecht. Dus als het dan in die potjes staat, staat het niet op de rekening om het uit te geven. Dus dat is ook wel een hele slimme. Dus eerst van de maand gaat het allemaal naar die potjes. En we maken ook zakgeld over naar onze persoonlijke rekeningen. We hebben allebei ook onze persoonlijke rekening nog. Want we vinden het ook fijn om gewoon dingen voor jezelf te kopen dat je niet hoeft te overleggen. Stel ik wil Dr. Martens kopen, dan kan ik dat van mijn eigen rekening wat geld opzij zetten en dan dat kopen zonder dat ik het aan Daniel hoef te vragen. Joh, vind je het goed als ik Dr. Martens van onze gezamenlijke rekening koop? Want we hebben wel een soort regel als we iets groots willen kopen van de gezamenlijke rekening overleg je het even. Kijk, boodschappen niet. Of als ik een kleertje voor Emma koop, dan zeg ik het wel. Maar dan, snap je een beetje wat ik bedoel?
Vaak vinden we het gewoon goed hoor. Oh, doe maar. Maar we overleggen dat wel altijd eventjes. En van die persoonlijke rekening gaat ook onze mobiel abonnement af. Ik betaal bijvoorbeeld mijn sportabonnement ervan. En mijn lenzen. Dus dat is gewoon onze eigen rekening. Daar gaat ook elke maand een bedragje naartoe. En dan helemaal onderaan het Excel-bestandje. Dat kan Daniel allemaal hoor. Ik doe nu wel heel wijs. Maar dan onderaan berekent hij al onze inkomsten. Onze uitgaven. En dan staat erbij dat we dus wat overhouden. Wat heel erg fijn is. En dat kunnen we gewoon vrij besteden aan ergens koffie drinken. Of weet ik veel. En zo weten we gewoon dat we elke maand. Dit is het. En soms deed ik helemaal in het begin. Dan deed ik elke uitgave die we deden. Ging ik hier opschrijven. En dan hield ik zo een beetje bij. Goh, waar gaat nou extreem veel geld naartoe? Oh, we gaan wel heel vaak wat eten uit buiten de deur. Misschien kunnen we dat wat minder doen. Of jeetje, dit is wel heel... Nou, goed, dan kan je een beetje meer inzicht krijgen in je uitgaves. Dus dit document heb ik toen een paar keer uitgeprint toen we dit net hadden gemaakt. En houden we dan gewoon lekker bij, ja, met wat er binnenkomt en uitkomt. Dus dit is eigenlijk een beetje hoe wij het doen. Echt heel erg fijn. Dus ook hebben we meer inzicht in... ja, wat er inkomt en wat er uitgaat. En ook goed om even je verzekeringen na te checken. Want toen wij dit gingen checken, bleek dat we voor iets... Ik weet niet meer zo heel goed waarvoor dat was. Waren we dubbel verzekerd. Ja, dat is echt zonde van het geld. Ze hebben die één opgezegd. Ja, anders is het gewoon loos geld wat je betaalt. En dat zijn dus de voornamelijke tips die wij gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw beste geldtip is. Laat het vooral weten in de reactie. En dan gaan we nu weer terug naar de vlog. Ik hoop dat je dit leuk vond om te zien. En dan ga ik nu Emma wakker maken. Ze is dus laat gaan slapen, maar ik ga haar nu wel wakker maken. Vind ik veel gezelliger. We eten vanavond pizza, dat is lekker makkelijk. Maar ik dacht, misschien is het ook wel leuk om na het eten nog een ijsje met haar te halen bij de snackbar hier in de buurt. Even kijken qua planning en hoe Emma de pet staat. Maar eerst gaan we even rustig wakker maken. Lieve Emma... Je mag rustig en wakker worden. Oké? Amy. Zet het gewoon door. Hey Emma. Ben je wakker? Ben je wakker? Ben je wakker? Kille. Had je lekker geslapen? Ja. Goed zo. Zullen we aankleden? Ja. Oké. Emma, wat heb je hier? Wintermis. Een sok. Je sok? Ja. Hoe blijf staan. Waarom heb je die daar gedaan? En mijn... Oh, je andere sok ook? Ja. Ben je toch een gekke kip? En mijn zak. Waarom? Dan moest ik even bellen. Moest je even bellen? Ja. Oh, en dan moest je sok in je trui. Ja. Oh, dat is heel logisch. Zullen we aankleden? Ja. Ga jij klappen? Ja. En dan gaan we aankleden, ja? Ja. 1, 2, klap! En dan vijf? Nee, eerst klappen. Klap. Wauw. Heb je je nieuwe bloemenbroek aan? Ja. Wauw. En je nieuwe shirt? Ja. Toch? Ja. Wat wil je? En een mooie bloemetje. Ja, en je mooie plant. Ja. En ook lieve konijnen. Ja. Waar is blauwe? Oh jee. Blauwe ligt gewoon hier. Hij heeft zich pijn gedaan. Ja. Au, au, au. Dat is lief van jou. Hé, wat wil je straks doen? Ik weet niet, op mijn eigen fiets. Je eigen fiets? Ja. Oh. Zullen we dat na het eten even doen? Ja. Ja? Wat wil je voor die tijd doen? Weet het niet. Je moet even bedenken wat leuk is, hè? Ja. Daar komt ze op de mooie fiets. Ik leg kinderen in de hoek. De pizza zit in de oven en terwijl Emma nog even buiten speelt,
ruim ik vast een beetje op. Dingetjes die we altijd doen is even de groenbak legen plus de kattenbak. Dus dat kan ik nu vast even doen. Dat scheelt me vanavond weer. Want ik wacht op de pizza. Emma is lekker aan het spelen. Dus dat is dan even een goed moment om zulke dingetjes te doen. De pizza is klaar. Ik weet niet zo goed. Ik geef Emma straks nog een stukje, denk ik. Maar dan is dit, kan dit vast afkoelen. Wij gaan lekker eten. Emmy, eten! Eten! Zullen we Kaatje en Kato ook even eten geven? Ja. Oké. Okay. Ik doe zo de andere bal. Ja. En nu pak je de andere bal. Goed zo. Emma geeft eigenlijk altijd het eten aan Kaatje en Kato. Hé, Emma? Is jouw taakje, hè? Zet maar neer. Goed zo, gaan wij ook lekker eten. Heren, zegen dit lekkere pizza, pizza, amen. Goed zo. Eet smakelijk. Wil je tomaatjes? Nee. Nee? Nee. Oh, deze is ook niet zo goed. Nee. Wil je sla? Nee. Ook niet. Ook niet, je wil gewoon pizza. Ja. Oké. Okay. Wij eten onze pizza, of ik het liefst. Ik wil ook sla. Wil je ook sla? Dat is goed, met sla en tomaten. En Emma eigenlijk vooral tomaten, maar die vindt de sla wel interessant, hè? Ja. Ja, is ook interessant. Wat papa en mama allemaal eten. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, zo. Nou, wij gaan lekker eten. Tot zo. Ben je klaar met je pizza? Nee. Oh, eet nog maar even. Hé, en lijkt het je leuk om daarna... naar de ijswinkel te gaan om een ijsje te kopen. Ja. Ja. Zullen we samen ijsje eten? Ik wil aardbeienijs. Wil je aardbeienijs? Ja. Oké. Okay. Nou, het is helemaal opgeruimd en klaar dat ik zo kan zuigen en dweilen. Nu gaan we... ijsje halen! Ik wil aardbeienijsje! Goed zo, kom maar mee! Ja. Daar gaan we! Heb je lekker ijsje, Emma? Ja. Goed zo. We gaan weer naar huis. Was het ijsje lekker, Emma? Ja. Ja, hè? Emma zit in bad een boek te lezen. We hebben zo'n waterboek, die wilde ze. Toch? Ja. En ik ga ook meteen even mijn pyjama aandoen en de make-up eraf halen en zo. Dat scheelt dan straks weer. Eigenlijk doe ik dat altijd als ik Emma naar bed doe. Ik loop even weg bij de lopende douche. Eigenlijk doe ik dat altijd als ik Emma naar bed doe en weet dat ik nergens meer heen ga in de avond. Maak ik me gewoon vast klaar. Vind ik gewoon wel relaxed. Hoef ik dat dan niet te doen als ik eenmaal moe ben en naar bed wil. Dus dat ga ik zo doen. En lekker Emma even naar bed doen. En wat ook heel leuk is, vind ik... Ja, ik wil de groen maken. Ja, maar Emma vindt het wat minder leuk. We hebben een elektrische tandenborstel voor Emma, hè? Deze hebben we nieuwe, hè? Nee! Wel, nee. Want we dachten ze heeft geen speen, dus dat is beter voor de tanden. We gaan ook een elektrische tandenborstel kopen. En we poetsen nu ook sinds kort 2 keer per dag. In plaats van alleen in de avond. Maar dit is nog wel een klein ding, want hij, het is een hele zacht geluid. Ik moet me heel even luisteren. Het is trouwens de Philips Sonicare voor kinderen. Goed zo. En hij is heel stil. Luister, dit is dus die van Emma. En dit is die van Daniel van Oral-B. Dus qua geluid scheelt het nog wel, maar qua trilling is dit wel, trilt hij harder. Dus is het denk ik in haar mondje ook best wel even wennen. Dus ze moet eigenlijk tot nu toe altijd huilen. Maar vanmorgen ging het heel erg goed. Dus ik hoop nu ook. Dus ik ga ook haar tanden poetsen, haar boenen. En zaterdag is haar haarwasdag. Dus ik ga ook de haren wassen. En dan zien jullie ons als we een boekje gaan lezen. Nou, doe maar aan je broek. Welk boek wil je lezen? Die op zich. Ja, oom vliegen hier?
vliegen neer. Weet het niet. Vliegen? Ja. Aan de zijkant veel. Ja. Op een dag zat Nijntje Pluis te spelen in het gras. Opeens dacht Nijn, wat hoort mijn oor en? Dat zijn oren. En weet je wat het was? Ik weet het niet. Een vliegtuig vloog er door de lucht. Kijk maar, dat zie je hier. En aan het stuur, dat zag Nijn wel, daar zat... Een vliegenier. Goedenacht, slaap maar zacht. Wel te rusten, lieve engel. Ja. Slaap lekker. Hé, ik heb nog een kans. Oh. Tot morgen. Ik hou van jou. Slaap lekker. Zo, ik heb gezogen. Dweilen doe ik straks en anders komt dat morgen. En ik ga lekker met een kop thee zit ik op de bank. Ik ga zo heel wat een bak aanzetten. En ik ga haken. Ik was een beetje... Ik denk op Instagram Reels zag ik leuke dingen. Dacht ik, oh, ik heb zin om iets... Een knutselproject, ook een beetje om te onthaasten en een beetje, ja, iets leuks te doen hebben. Als ik bijvoorbeeld zoals nu alleen ben. En ik dacht, ik moet gewoon een leuk project hebben. En toen vond ik dus, dacht ik, oh, haken, dat vind ik leuk. Ik heb vroeger wel sjaals gehaakt, wel makkelijke dingen. En nu zag ik dat je van die granny squares, heet dat... Kijk, van die vierkantjes die je dan kan haken. En die kan je dan weer aan elkaar maken. Dus ik wil nu even proberen of ik dat nog kan. In mijn beleving heb ik dat vroeger ook geraakt. Van die vierkantjes haken en die je dan weer aan elkaar kan haken. Maar ik weet dus niet zeker. Dus ik ga gewoon even kijken of het kan met wol die ik nog heb liggen. En als ik het goed kan, dan ga ik even leuke wol kopen. Ik dacht, misschien kan ik er een tasje van maken of een vestje of een topje. Ik weet het nog niet. Maar ik ga in ieder geval haken. En als ik het kan, ga ik wol kopen en daarmee aan de slag. En ik zal jullie op de hoogte houden of ik het nog kan, het haken. Oké, het haken van het bloempje lukte niet. Ik denk dat ik het een keer ook moet doen bij beter daglicht. Dus ik ben lekker dit gaan haken. Gewoon, dit kan ik gewoon. Hier heb ik wel sjaals van gehaakt en zo. Dus ik ga nog even focussen op de bloem. Maar haken kan ik nog. Dat is sowieso al fijn. Dus mocht het me een keer lukken, dan ga ik het zeker even laten zien. En dan wil ik bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie je me volgende week met sowieso Koningsdag vieren. En ik ga kringlopen. Dus wordt vast een leuke vlog. Tot dan. Doeg!